De uitvoering van het Broco Pondo-project bij Afobaka is in volle gang. Men werkt thans aan de betonnen stuwdam waarin de waterkrachtcentrale wordt ondergebracht. De Suriname-rivier stroomt, doordat die is omgelegd, langs het reusachtige project, aan de verwezenlijking waarvan meer dan 2200 man werken. Aan de achterzijde van de dam herkent men de voormalige bedding van de rivier. In de onmiddellijke omgeving heeft men een betonfabriek gebouwd die al 140.000 kubieke meter beton voor de dam produceerde en die continu in bedrijf is. In totaal zullen 300.000 kubieke meter beton nodig zijn. Tijdens hun reis door Suriname zullen ook de prinsessen Irene en Margriet het Broco Pondo project bezichtigen. Met de regelmaat van een klok rijden de betonwagens naar de 53 meter hoge dam, die wanneer hij gereed is, een stuw meer zal beteugelen met de oppervlakte van de provincie Utrecht en met een inhoud van 18 miljoen kubieke meter water. Dat water zal de kracht leveren voor de opwekking van 1 miljard kilowatt elektrische energie per jaar, energie die voornamelijk bestemd is voor de aluminiumfabriek, waarin de Surinaamse bauxietmaatschappij de in het land gewonnen bauxiet wil gaan verwerken. Iets wat tot dusver niet mogelijk was. Als alles volgens plan verloopt, zal de dam over 2 jaar gereed zijn, waarna in juli 1965 met de productie van aluminium kan worden begonnen.